Ik heb net mijn hele intro gedaan, zag ik dus dat de camera niet aanstond. Oké, poging 2. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een video die ik een hele lange tijd niet heb gemaakt en dat is een lege producten video. Een video waarin ik jullie alles vertel over alle beauty producten die ik heb opgemaakt, zowel skincare als gewoon make-up. En ik heb echt een hoop. Ik heb heel deze bak vol. Ik heb hier nog een bakje erbij. Ik heb dit soort video's al wel vaker gemaakt, maar niet met zoveel producten als vandaag. Vandaag, ik heb echt een lange tijd heel veel verzameld en bijgehouden om te laten zien aan jullie dat ik iets helemaal opmaak. Houd niet automatisch in dat ik het ook goed vond. Af en toe moet ik het echt per se opmaken om te weten wat ik ervan vond. En ja, vooral met make-up maak ik niet heel vaak heel snel iets op, want ik heb gewoon echt een heleboel make-up. En omdat ik dus make-up video's maak, verander ik ook heel vaak van producten, terwijl ik het andere nog niet eens heb opgemaakt. Dus als ik vaak iets heb opgemaakt van make-up, vond ik het echt heel goed. Dus ja, dat is alvast een heads-up. Maar goed, ik heb echt vandaag een heleboel, dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Voordat ik begin, zal ik eventjes heel snel vertellen welke lipcombo ik op heb. Is echt een prachtige nude lipcombo. Ik heb dit lippotloodje gebruikt van Nabla in de kleur nude hashtag 3. En deze lipstick van Messauda. Dit is de naam. Die is te halen bij Douglas. Dit is de Cult Creamy Lipstick in de kleur 103. Is een super, super extreme creamy lipstick. In een hele mooie nude kleur zoals je kunt zien. Oké, goed. Laten we gewoon beginnen. Ik ga beginnen met dit kleine bakje. En ik ga beginnen met iets voor in de douche. En dit is biologisch. Bijna alle skincare die ik gebruik is biologisch. Deze heb ik echt random gewoon gehaald. Was ook niet al te duur, maar ik vond hem niet zo. Hij is wel helemaal op. Ik heb hem wel opgemaakt, want hij was oké. Maar dus gel die ik nu gebruik is echt veel beter en die ik hiervoor had ook. Dus deze raad ik eerlijk gezegd niet aan. Ik ben pas een aantal maanden in mijn biologische avontuur. Dus ik moet nog af en toe op zoek naar wat is goed en wat niet. Dus ik haal af en toe gewoon maar iets waarvan ik niet eens iets weet. En dit was dus zo'n product. Maar helaas, ja, zou ik hem niet per se opnieuw halen. Ik vind het ook echt hilarisch. Er staat gewoon op dat dit een shower gel is voor actrices. Dus alleen maar als je een acteur bent of een actrice, mag je dit gebruiken. Next up is make-up. En dat is deze losse poeder van Make-up Studio. En dit is al potje nummer 3 van hun die ik heb opgemaakt. Ik heb hier ook al een hele, hele lange tijd terug echt over geraved hoe fijn ik hem vond. Echter, heel raar. En het is al letterlijk potje nummer 3, vond ik hem nou niet meer zo fijn. Ja, en het product verandert niet. It is still the same. Maar mijn huid wel. Dus hoe mijn huid er nu voor staat, vond je hem dus niet meer zo fijn. Mijn huid is nu hier een klein beetje droog. Door alle chemo's is ook mijn huid wat droger geworden en zo. Ja, en dan is hij dus niet meer zo fijn. Dus als je een hele droge huid hebt, zou ik hem niet halen. Maar als je een andere huid hebt, dan is hij echt ideaal. Hij is heel fijn. Dan ga ik verder met nog een biologische face wash van Lovely. Deze is oké. Het is dus gewoon om je make-up eraf te halen. Gewoon om je gezicht te reinigen. Gewoon echt een face wash. Hij is ook lekker goedkoop. Biologisch, maar hij is oké. Vergeleken met de rest, wat ik nou onderhand al heb gehad, is hij niet zo goed. Maar hij is ook niet heel slecht. Maar zou ik hem per se aanraden? Niet per se, want ik ga jullie ook een keer veel beter laten zien. Dus deze is een beetje een moi. Dan heb ik hier nog een biologische douche gel. Toen ik net begon aan mijn bio-avontuur, heb ik advies gevraagd aan mijn zus. Want die is al heel lang in haar bio-avontuur. Avontuur, echt al jaren. Dus zij zei, ik gebruik altijd deze. Dus ik heb hem ook gehaald. Hij is ook helemaal leeg. Echter, voor een droge huid is hij niet zo fijn. Toen ik hem had gebruikt, voelde er na mijn huid echt heel droog aan. Dus ik appte mijn zus van, heb jij dat ook? Ze zei van, ja, maar ik smeer mij gewoon erna in met een crème en dan is het gewoon oké. Echter heb ik gewoon niet altijd zin om me altijd helemaal in te smeren met een crème daarna. En ik hou gewoon niet van dat droge gevoel. Dus ja, ik heb hem opgemaakt, maar ik zou hem niet meer per se aanraden. Want ik heb nu ook een andere en die houdt jou niet zo droog achter, zeg maar. Dus deze vond ik niet zo, want ja, ik vond dat gewoon dat droge effect daarna gewoon echt niet fijn. Dan heb ik ook opgemaakt de Action Max & More Fixing Spray. Ik hoef jullie niet eens meer te vertellen. Ik heb hier ook alweer een andere die ik gebruik. Ik heb al zeker 10 flesjes opgemaakt. Of meer misschien ook nog. Deze is fantastisch. Deze gaat er echt voor zorgen dat je make-up helemaal insmelt in je huid. En er niet meer zo dik op je huid ligt. Deze is echt fantastisch. Hij hydrateert fantastisch. Ik heb het al heel vaak verteld. Ik hoef me niet eens meer te herhalen. Deze is echt voor like 2 euro fantastisch. Wat ik ook heb opgemaakt is deze Pixie Olie. Deze vond ik heel fijn als gewoon een
prettige primer voor onder mijn make-up. Vooral toen mijn huid dus echt droger werd weer, heb ik hem heel vaak gebruikt gewoon als primer onder mijn make-up. Maar het is gewoon een normale olie, dus hij is ook gewoon te mixen met iets, met een concealer of met whatever je wilt. Maar ik vond hem gewoon echt heel fijn onder mijn make-up en ik heb hem ook echt helemaal opgemaakt, want hij is echt fantastisch. Hij ruikt ook echt heerlijk en hij is zo fijn en hij trekt ook goed in de huid. Dus hij is ideaal voor onder je make-up, als hoe ik hem heb gebruikt, omdat hij niet zo viezig dikkig op de huid blijft zitten. En er staat ook op, het is een priming oil, dus daar is hij ook gewoon echt ideaal voor. Dus deze heb ik helemaal opgemaakt en ik raad hem zeker aan. Next up is de fixing spray van Makeup Forever. Hele fijne spray, laat je make-up er gewoon de hele dag goed op zitten. Ik heb er verder ook niet meer heel veel over te vertellen, want hij doet gewoon wat hij moet doen. Dan heb ik hier de mini versie van de Huda Beauty poeder. Ik heb hier ook al onderhand gewoon de normale. Dit is de normale en dit is de mini. Hij is niet echt handig als mini. Want waarom vind ik mini producten zo fijn? Want ze zijn handig voor op reis. Ze nemen niet veel plek in beslag, want ze zijn klein. Echter, dit is echt onhandig. Want het is gewoon zo'n blokje. Het is niet fijn in je make-up bag. Het is gewoon niet fijn überhaupt in iets om mee te brengen. Dus ik vind het echt helemaal niet handig. Als ze hem gewoon plat hadden gemaakt, was hij echt veel beter geweest. Echter heb ik hem gewoon wel opgemaakt, want het is echt een hele goede poeder. Vooral als jij iets zoekt met veel dekking. Hij heeft echt lekker veel dekking. Vind je hem echt fantastisch. Dus I love it. Next up is iets waarvan ik er twee heb opgemaakt. Deze heb ik ook gehaald in mijn begin van mijn biologische avontuur. Dit is de meest cheap ass goedkope bio dag- en nachtcreme in één. Ik moet zeggen, ik hou niet van 2-in-1 producten als het gaat om skincare. Want een dag- en een nachtcreme doen gewoon echt allebei iets anders. Als jij gewoon op zoek bent naar iets makkelijks. Misschien je bent gewoon nog jong. Hebt gewoon een normale goede huid. Is dit gewoon handig om te gebruiken om mee te beginnen. Het was ook echt fijn. Ik vind hem vooral fijn als dagcreme. Niet per se als nachtcreme. Want hij is super hydraterend. I love it. Het smeert lekker in. Het voelt fijn aan. Maar als jij echt een crème zoekt die ook echt daadwerkelijk iets doet voor je huid. Ja. Dan is dit niet echt iets. Dan heb ik hier iets wat ik tot op de dag van vandaag gebruik. Biologische waterproof eye make-up remover. Ik gebruik altijd iets apart voor mijn ogen. Want ik heb altijd veel make-up op. Oogschaduw, waterproof mascara, wat het ook is. Ja, en daar moet je echt gewoon zoiets voor hebben. En ik was gewoon op zoek naar iets wat dus biologisch is. En deze is echt fantastisch. Ik vind hem echt heel fijn. Ook tandenpasta. Dit is een biologische tandenpasta van Dr. Bronner's. Deze is gewoon te halen bij Douglas. Dat is lekker fijn en makkelijk. Hij is ook gewoon te betalen. Ik heb hem helemaal opgemaakt. Biologische tandenpasta's zijn echt altijd super smerig. Dit is een van de weinigen die gewoon aanvoelt als gewoon een normale. Dus geen bio. Dus ik vond hem heel fijn. Echter hierna ben ik wel veranderd naar echt een nog betere bio tandenpasta. Die is wel iets viezer. En de smaak, ja, het is gewoon niet heel lekker. Maar ik heb het gewoon geaccepteerd. Want ja, ik wilde gewoon echt iets goeds hebben. Vooral als het echt in je mond gaat, vind ik dat gewoon heel belangrijk. Maar als je nog wilt beginnen met de bio en je hebt iets van ja, ik wil gewoon wel dat ik gewoon niet echt door heb, dat het anders is. Ja, dan is dit wel echt ideaal. Dan heb ik hier mijn Urban Decay Matte Setting Spray. Dit is dus de matte versie van hun normale. Dit is hun normale. Deze zijn allemaal fantastisch. Ze hebben een normale, een matte en een glowy. Ik heb ze alle drie gehad. Ik vind ze alle drie fantastisch. Deze ook maakt echt goed mat. Je moet hem wel goed schudden, anders laat hij van die witte vlekken achter op je gezicht. Dus goed schudden voor je hem gebruikt. Maar als je echt een spray zoekt die echt goed mat maakt en je make-up 24 uur lang goed laat zitten, is deze zeker de wat hogere prijs waard. Dan heb ik hier de Shake Fix & Glow Spray van Catrice. Als jij gewoon een goede, makkelijke, glowy fixing spray zoekt, gewoon lekker betaalbaar en die echt een glow achterlaat op je gezicht, is deze ideaal. Hij laat wel echt mini glittertjes achter op je gezicht. Ik weet dat er mensen zijn die daar niet van houden, dus dan weet je dat. Maar voor de rest vond ik hem gewoon fijn als ik gewoon een hele mooie gouden gloed wilde. Dan heb ik hier een foundation. Dit product is echt amazing als jij iets zoekt wat echt een volledige dekking heeft en echt de hele dag goed blijft zitten. Ik maak nooit foundation op. Bijna nooit. Dat is echt zeldzaam. Dus dat ik hem helemaal heb opgemaakt is echt heel uniek. Hij lijkt nog vol, maar dat is gewoon wat nog zeg maar op de randen zit. Hij is echt helemaal leeg. Deze heb ik best wel lang gebruikt. Echt zeker anderhalf jaar of zo voor die echt helemaal opging.
Maar deze is echt fantastisch. En ik heb hem in de kleur 36 Warm Sun. Als jij echt volledige dekking zoekt, maar er niet heel dik uitziet op je gezicht, lang blijft zitten, is dit jouw beste vriend. En hij is heel goed mat. Van Avril heb ik hier nog een eye makeup remover. Die is ook bio. Hij is oké, maar ik moet zeggen, ik vond deze echt veel en veel beter. Dus ik zou deze niet meer per se aanraden. Ondanks dat hij niet heel slecht is. Want ik vind gewoon deze echt een stuk beter. Dan heb ik hier van Morphe de setting spray. Het is gewoon hun normale spray. Alleen in een face verpakking. Morphe spray is ook heel fijn. Laten je make-up ook echt de hele dag goed zitten. Heeft ook een hele zachte spray. Er is nog een heel klein beetje, maar amper iets. Ja, en ook voor die prijs is het gewoon wel echt een goede fixing spray. Van Yari heb ik hier de hydrating conditioner. Als jij krullen hebt, is deze super fijn. Dit is een betaalbaar curly girl met het vriendelijke brand. En ik vond hem echt heel fijn. Hij geeft super veel hydratatie. En vooral als je droog haar hebt, als dat ik had. Ik heb nu geen haar meer, maar ik had dat. Dan vind je hem echt heel fijn. En hij is niet al te duur. Want ik weet vooral wij vrouwen met krullen. Wij moeten echt vaak een vermogen spenderen voor goede krullenproducten. Deze is echt daar echt een uitzondering op. Hij is echt heel fijn en betaalbaar. Dan heb ik hier de lipolie van Clarins. Clarins heeft echt de beste lipolies. Ik heb er echt een heleboel. Ik heb hier nog een andere. Ik heb er hier eentje in het goud. Ik heb nog drie andere kleuren. Hun hebben echt de beste lipolies. En ik heb hier de kleur 04. En deze was ook echt amazing. Ik heb hem echt heel vaak gebruikt. Maar nu is hij, ja, hij is echt helemaal viezig en op. En gewoon helemaal klaar. Maar deze is echt amazing. Echt de fijnste lipolies. En ze blijven ook best wel goed en lang zitten voor een lipolie. Dus zeker een wat hogere prijs waard. Dan heb ik hier een concealer die ik heb opgemaakt. De Tarte Shape Tape. Hier heb ik ook echt gelijk 2 jaar mee gedaan. Fantastisch. Echt de hype waard. Ik heb de kleur Light Medium Sand. Geeft een volledige dekking. Hij is mat. Sommige mensen vinden hem wat droog. Als je een hele droge huid hebt. Of vooral hier heel droge huid hebt. Een droog gebied hebt hier. Dan zou ik hem misschien niet per se aanraden. Voor de rest is hij echt fantastisch. De kleur is ook gewoon goed voor mij. Ja, en je hoeft niet al te veel te gebruiken. Dus daardoor heb ik er ook echt jaren mee gedaan. Dan heb ik hier de Vitamin C Base van Bobbi Brown. Iedereen vindt hem geweldig. En ik ben het er helemaal mee eens. Hij is lekker klein, dus handig voor op reis. Ik had hem ook mee op reis. Hij ruikt ook echt heerlijk. Deze maakt je huid zo smooth. Hij prept je huid fantastisch voor je make-up. Echt een heel fijn product om aan te brengen onder je make-up. I love it. Dan heb ik hier de NYX Epic Ink Aligner. Een van de fijnste betaalbare eyeliners. I love it. Super zwart, super mat. Brengt van aan. Hij is ook gewoon lekker fijn. Hij is echt een fantastische dupe van Tarte. Echt een fantastische dupe. Dus I love it. Ik heb hier van Beauty Bay hun Brow Gel. Ik heb hem wel soort van opgemaakt, maar ik moet zeggen, ik vind die van NYX gewoon beter. Dit is die van NYX, de Brow Glue. Ongeveer even duur en deze echt gewoon beter. Dus daardoor zou ik hem niet meer per se aanraden. Dan heb ik hier nog een brow gel van NYX. Die andere van NYX is heel goed. Deze echter is echt slecht. Hij is ten eerste echt veel te groot. Dus hij is ook helemaal niet fijn in gebruik en hij doet echt amper iets. Dus deze, ik heb hem opgemaakt, ik weet niet waarom, maar ik vind hem niet zo. Nou mensen, dit was het dan. Ik hoop dat jullie iets aan de video hebben gehad. Alles wat ik vandaag heb laten zien staat beneden in de beschrijving. En laat me weten of je vaker Lego producten video's wilt zien. Want dan zal ik ze ook wat vaker maken. Want ik pleur ook gewoon heel vaak iets gewoon weg. Dus ja, let me know in de reacties. En ja, dan is het weer klaar voor vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog een video in beeld. Je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!